Het Nationaal COVID-team Suriname, NCT, heeft graag dat er minder transmissiemomenten zijn, dus minder gelegenheden waarbij mensen besmet kunnen worden met het coronavirus. Directeur van Volksgezondheid, Rakesh Kayadar-Sukul, zegt dat dit afhankelijk is van het gedrag van de gemeenschap. Aan de andere kant gaat het NCT ervoor zorgen dat een groter deel van de bevolking beschermd is tegen het COVID-19-virus. Er komt meer voorlichting over het vaccineren en er zal gesproken worden met de mensen om te weten wat hun drempel is. Het is belangrijk dat mensen niet uitgaan van mythen, maar dat ze zich goed laten informeren. Ik ben bang dat mensen niet meer vruchtbaar zullen zijn. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij mensen, gevaccineerde mensen, kinderen hebben verwekt. En ook gevaccineerde mensen zwanger zijn geraakt. En als grap kan men zeggen van ja, dan heeft iemand anders de kinderen verwekt. Maar ik denk niet dat het in alle gevallen dat zo zal zijn. Maar dat is maar natuurlijk een grap. Maar het is al zo. Het is al, we hebben genoeg data. Het eerste vaccin dat toegediend is in de wereld is op 9 december 2020 geweest. In het Verenigd Koninkrijk. Maar er is genoeg data dat mensen niet onvruchtbaar worden. Dat was een van de zaken, een van de vragen. Kayadar-Sukul benadrukt dat vaccineren niet leidt tot potentiestoornissen. Als dat het geval was, zou dat reeds lang bewezen zijn. Vaccinatie is een van de beste manieren om beschermd te zijn tegen de Omicron-variant. Vraag het maar aan mensen die het beter weten. En overwin de drempel. Ik zou zeggen, en dit is inderdaad voor 2021 ons laatste persconferentie. Maar we zullen altijd momenten hebben waar wij de samenleving blijven informeren. En in het nieuwe jaar zullen we ook aangeven op welke manier wij dat zullen doen. Kayadar-Sukul drukt de samenleving op het hart om ten alle tijden de COVID-maatregelen in acht te nemen, zeker nu de feestdagen eraan komen. Hij sprak op de laatst gehouden COVID-19-persconferentie in het perscentrum.